Dat de zaak rondom de aanhouding van de voormalige centrale bank governor Robert van Tricht nog niet is afgerond, blijkt uit de aanhouding van het directielid Farhanas Houseel. Zij was belast met de Legal Compliance en International Affairs. Houseel was eerder al verhoord als getuige. Onze nieuwsdienst heeft hierover contact opgenomen met procureur-generaal Roy Bachnat Pandey. Hij geeft aan niet voorbarig te willen zijn en dat het onderzoek zijn gang moet gaan. De PG brengt in herinnering dat hij ook niet in de publiciteit is getreden bij de aanhouding van Van Tricht en zijn zakenpartner Ashwin Angu. Ook bij het verzoek voor het in staat van beschuldiging stellen van financiënminister Gilmour Hoefdraad heeft de PG, naar zijn zeggen, geen haast gemaakt om in de media te verschijnen. Voor Bachnat Pandey is het belangrijk dat het onderzoek niet geschaad wordt. Onze nieuwsdienst confronteerde de PG met het feit dat in de case Hoefdraad de coalitie flink kritiek had op het Openbaar Ministerie en ook op zijn persoon. Volgens hem zit hij sinds eind 2014 aan het stuur van het Openbaar Ministerie. En in de loop van de tijd ben ik door heel veel moeilijke wateren gegaan. Mm. En u bent er deelgenoot of u heeft het kunnen aanschouwen dat wat het Openbaar Ministerie en mijn persoon aan het stuur steeds voor hebben gewaakt, is dat we niet in troebel water eronder uit zijn gegaan, maar dat we in de branding zijn blijven staan voor recht en rechtsstatelijkheid. Dus als u mij nu een antwoord vraagt over wat zich allemaal heeft afgespeeld, ik laat het voor de personen die het woord hebben gevoerd en ik ga er niet op reageren. Mm-hmm. Procureur-generaal Roy Bachnat Pandey, die geen reactie wilde geven op de aanhouding van Houseel, maar wel wilde ingaan op de kritieken vanuit de voormalige coalitie op de zaak Hoefdraad. Het centrale bankdirectielid Houseel is gisteren in verzekering gesteld. Volgens Starnieuws zat haar aanhouding aan te komen omdat het uit verhoren blijkt dat zij tegenstrijdige informatie heeft verstrekt. Het directielid zou mede verantwoordelijk zijn voor diverse transacties die zijn gepleegd tijdens het bewind van ex-governor Van Tricht. Hoefdraad is ook als verdachte aangemerkt, maar zijn vervolging is gestuit omdat de voormalige coalitie in de Nationale Assemblée weigerde hem in staat van beschuldiging te stellen.